Van de Merkelbach, 3 in verlies. Jullie waren waarschijnlijk iets te verzwakt om vandaag en er ligt echt stok in de wielen te steken. Ja, we hebben veel geblesseerden en ik denk dat veel basisspelers er niet uitvallen. Die jongens moeten overnemen. Dat is natuurlijk niet slecht, maar als je ziet tegenover een vuilgroepen spelen, kunnen wij moeilijk inbrengen een paar pijpen. Dat was een tweede vraag. Je speelt natuurlijk tegen een heel ervaren ploeg die het klappen van de zweep kent. Dat is niet makkelijk. Nee, als je ziet wat Jaar of zijn rij van slimme foutjes van achter maken, dat is puur uit ervaring en dan staan ze er tegen. Daar kun je niet veel tegen doen. Aan de andere kant, ze zijn nu wel kampioen, verdiend kampioen, maar we kunnen nog altijd thuis een keertje kloppen. Dan misschien ook eens een doel. Dat hebben we nog wel eens gedaan en ik hoop dat we dat nog eens kunnen doen. Tof tegen de kampioen. Kunnen winnen, niks mooier dan dat. Ja. Er was enorm sfeer in het stadion hier. Dat is eigenlijk waar jullie het om doen, hè? Ik moet zeggen dat ik echt genoten heb van de match. Ja, oké. Ik zou zeggen, kom op, nog 3 topwedstrijden en een bekerfinale. En dat is misschien de kans op de taart. Daar gaan we voor. Dank je.